In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Lieselotte. Zij heeft een abortus gehad. One night stand of seks met een vaste partner? Seks met een vaste partner. Met of zonder condoom? Met. Praten of zwijgen? Zwijgen. Morning after pill of de pil? De pil. Kinderwens of geen kinderwens? Kinderwens. Hoe ben je zwanger geraakt? Nou, ik was toentertijd niet aan de pil, want ik reageerde daar heel slecht op. Ik kreeg er depressieve klachten van, zeg maar. En toen was ik een avond heel dronken. Toen heb ik met deze jongen seks gehad zonder condoom. Allebei niet echt aan gedacht, denk ik. En ik heb wel nog een morning after pill gehaald, maar dat heeft mij dus niet geholpen. Wel binnen 72 uur ook. Maar ja, ik was net die ene 1% bij wie het dan misgaat, nog toch. Dus ja, zo ben ik toen zwanger geraakt. Maar, en je denkt dus zelfs nog van, oh ja, oké, niet met condoom gedaan, dus ik haal morning after pill. Ja. En zelfs dan ja. Ben je nog, want is dat 1%? Ja, ik weet niet hoeveel, echt heel weinig in ieder geval. Voelt dat dan dom dat je geen condoom hebt gebruikt? Ja, wel, ja. Dat was het enige wat ik mezelf echt voor mijn kop kon slaan, dat ik dat dan niet had gedaan. Maar ja, het is gewoon heel lullig dat dan de pil gewoon niet goed werkt. En ja, spiraal had ik toen nog nooit echt over nagedacht. Maar ja, dus dat was gewoon vervelend. Hoe ontdekte je dat je zwanger was? Ik had eigenlijk meteen door dat het foute boel was. Ja? Ja. En toen ben ik alles gaan opzoeken over de morning after pill, wanneer het niet werkt, zeg maar. Ik had ook meteen heel veel klachten. Ik was die veeweken nou heel erg misselijk, heel erg moe. Ik vond bier niet meer lekker. Dus ik merkte al snel aan heel kleine dingetjes dat er iets anders was gewoon. En het moment dat je bier niet meer lekker vindt, ja, dan weet je al dat het vaak moe is. Dus na die 4 weken was het al helemaal bevestigd eigenlijk, mijn gevoel. Maar dat gevoel had ik al meteen. En totdat een van mijn vriendinnetjes zei van, nou, doe gewoon even een test voor zekerheid. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Hoe ben je tot het besluit gekomen voor een abortus? Het was op een vrijdag dat ik erachter kwam. Ik had sowieso nog het hele weekend voordat ik dan met mijn huisarts af zou spreken. Dus toen dacht ik eerst, ik ga het hele weekend over nadenken. En eigenlijk ben ik zondag in mijn eentje naar de bioscoop gegaan. En toen... Het was een hele zielige film ook. En toen heb ik gewoon eventjes mezelf laten beseffen van, ik weet eigenlijk al wat ik ga doen. En dit is de keuze en daar moet ik me nu aan overgeven, zeg maar. Dat moet ik nu gaan accepteren. Dus ja, toen wist ik het eigenlijk al. Dus het was wel heel erg een gut feeling eigenlijk. Maar ik moest dat nog even van mezelf accepteren, dat dat de keuze was. Het is dus zo'n one night stand gebeurd, zei je? Ja. Je wist dus ook gelijk wie de vader was? Ja. Hoe is dat met hem gegaan? Ja, hij heeft er gewoon niet echt een rol gespeeld in mijn keuze of de rest van het verhaal. Ik wil dat gewoon heel graag zelf doen. Ook omdat ik me niet door iemand anders wilde laten beïnvloeden. En later dan ook geen spijt zou willen hebben van de keuze. Omdat ik nu echt weet, ik heb hier zelf voor gekozen. Niemand heeft me daartoe gedwongen of beïnvloed om deze keuze te maken. Waardoor ik het ook veel beter heb kunnen accepteren. Heb je het gedeeld met je omgeving? Ja, ik ben er best wel open in geweest. En, was het dan nog spannend of zo? Dacht je dan van, mensen gaan me heel stom vinden? Of? Mijn beste vriendin om mij heen heb ik het verteld terwijl ik zwanger was. Dus die zijn heel erg met mij meegegaan in de keuze maken. En die supporten mij allemaal echt heel erg. En toen heb ik mijn ouders ook verteld. Mijn vader die stond heel erg achter mijn keuze uiteindelijk. Als in, tuurlijk. Kan je niet nu een kind opvoeden? En mijn moeder, die heeft zelf 4 kinderen. Die houdt ongelooflijk veel van kinderen. Wil liefst nog een 5e zelf. En die was gewoon... Wij proberen de andere kant te laten zien. Van, nou, het kan wel. En wij hebben genoeg inkomen dat we ook jou zouden kunnen supporten dan met je kind. Hoe voelde dat? Dus dat zij jou eigenlijk niet snapt? Lastig. Vond ik moeilijk. Maar ik denk dat het uiteindelijk niet... Ja, oké, ze snapte me misschien niet, maar ze wilde me ook heel erg gewoon graag die andere kant laten zien, omdat ze weet hoe erg ik een kinderwens heb. Bracht het jou nog aan het twijfelen dan? Ja, wel eventjes. Het is toch je moeder die dat dan... Ja, maar wat dus wel fijn is geweest, dat ik voordat ik het mijn ouders vertelde al zelf de keuze had gemaakt. Toen ik dat aan mijn moeder duidelijk maakte, toen supportte ze me daarna
ja, heel erg. Dus ook meegegaan naar de kliniek zo. En ja, dus toen stond ze helemaal achter me natuurlijk. Hoe ging de abortus? Ik had meteen een afspraak gemaakt bij de huisarts, een paar dagen later. En die vroeg toen aan mij eigenlijk uiteindelijk maar één vraag van, weet je het zeker? En omdat ik best wel stellig antwoordde van ja, ik heb er goed over nagedacht. Dit is wat ik wil doen. Merkte die volgens mij ook wel een beetje aan mij dat ik het echt zeker wist. En toen ging we al snel over op het praktische gedeelte, wat moet er gebeuren. Hij wist er zelf ook niet heel veel van. Dus we moesten samen echt de gegevens van de abortuskliniek opzoeken. En ook samen hebben we opgezocht welke opties er waren. Maar ik had mezelf al heel goed ingelezen op internet en bedacht wat ik zou kunnen doen. Wat zijn de opties? Ja, je hebt de abortuspil of curettage. En die tweede is best wel wat heftiger, dat wordt gezegd op internet. Omdat je dan onder narcose moet en dan wordt het echt weggezogen, het embryo, zeg maar. En je mag, als ik het goed zeg, tot 8 weken die abortuspil nog doen. Dus het en voelde dan als het meest toegankelijke? Ja, het minst heftige voor mijn lichaam ook. Nou ja, na de huisarts heb ik toen de kliniek zelf gebeld, op de fiets terug, meteen afspraak gemaakt. Dan heb je iets van 5 dagen bedenktijd volgens mij. Dus een week later kon ik daar terecht. Hoe is dat, die bedenktijd? Was best even heftig. Omdat ik ook ondertussen heel erg zwanger was. Dus ik had echt alles, elke ochtend gekotst. En ik was super moe en ik had echt geen energie in mijn lichaam. Dus je voelt je ook heel erg zwanger. Ja, en dat voelde voor mij, dat vooral voelde voor mij echt heel erg raar. Toen, na die 5 dagen bedenktijd, ben ik met mijn moeder naar de kliniek gegaan in Amsterdam. Moest ik eerst in mijn eentje even mee naar een kamer. En daar ging die vrouw me vragen stellen over mijn keuze en of ik het zeker wist. Maar toen dacht ik, terwijl ik met haar nog even het gesprek aan het doorzetten was, dacht ik opeens, ja, maar ik moet wel zien dat het echt is geweest, dat het echt is gebeurd. Toen heb ik een echo laten maken, waarop ze dan konden zien hoe oud het was precies. Het was 7 weken. En hoe klein, het was heel klein ook nog, 11,2 millimeter als ik het goed zeg. Dus echt heel klein, dat deed me ook wel goed om te horen. En toen moest ik terug naar de wachtkamer, toen mocht ik daar met mijn moeder naar een kamertje. Toen moest ik daar al 1 pil nemen, gewoon inslikken. En toen ben ik naar huis gegaan. Toen heb ik 2 dagen niks gedaan thuis. Mijn hormonen al werden stopgezet en het vruchtje dus al gewoon stopte met groeien. Dat gebeurde door deze pil. En toen heb ik 2 dagen later dus 4 pilletjes vaginaal moeten inbrengen. En die zorgen dat, dat je eigenlijk weeën krijgt. Dus dat je baarmoeder samentrekt en dan het vruchtje uitstoot. Dat alleen maar een soort van, of ik lag in feutushouding of ik zat gewoon in bed rechtop. Echt een soort bevalling gewoon. Ja, ik was gewoon lijkbleek, ik heb ook overgegeven. Ik was helemaal slap en ja, ik vond me heel erg slecht, zeg maar. Laat ik het erop houden. En, hoe lang duurde dat? Volgens mij heeft het in totaal iets van 1,5 uur, 2 uur geduurd. En die krampen ook echt wel 1 uur tot 1,5 uur. Het is best wel lang. En toen ben ik naar de wc gegaan en toen voelde ik iets weg. Uit me weggaan, zeg maar. Wegvloepen, hoe zeg je dat? Ja. En toen stopte de kramp ook ineens. Ik had wel gehoord, ik had ook gevraagd of ik iets zou zien. Nou, niks gelukkig. Zou je het willen zien überhaupt? Nee, zeker niet. Dat lijkt me ook gek. Nee. Ja. Dus ik heb meteen doorgetrokken. En toen al vrij snel dus hielden de krampen op en kreeg ik weer kleur in mijn gezicht. En toen dacht ik, oké, volgens mij is het klaar. Maar vond je het ook niet gek om het dan zo door de wc zo, alsof het een goudvis? Ja, wel. Ja, zeker. Maar ik weet niet hoe ik dat op een andere manier had kunnen doen, denk ik dan. En toen was het klaar, toen heb ik even hersteld in bed. En toen ben ik eigenlijk al vrij snel weer dingen gaan doen. Hoe voelde je je na de abortus? Fysiek had ik er wel heel lang last van. Ik ben een soort van 6 weken ongesteld geweest eigenlijk. Oh. Dat vond ik best heftig. Ik wist ook niet dat het zo lang zou duren. Ik heb toen nog met de kliniek gebeld van... klopt dit? Want het hadden ze niet iets over gezegd of zo? Ze zeiden dat het nog eventjes kon duren, maar dat vind ik 6 weken vind ik wel lang. Maar dat is ook wel moeilijk, denk ik, want dan je hebt dat al gehad. Ja. Dus je wilt een soort van afsluiten, ja. Maar 6 weken en dan ben je nog 6 weken, dat had ik ook. En dat, daardoor blijft het ook nog steeds meer in je hoofd zitten van, wow, wat heb ik gedaan? Want ik ben ook nog 6 weken aan het bloeden daarna, dat kan niet gezond zijn, zeg maar. En toen ging ik dus ondertussen naar een psycholoog ervoor. En dat toen, heb je dus ook wel zelf bedacht, de psycholoog, of is dat aangeboden? Had ik zelf bedacht, ja. En, maar met de psycholoog, die zag ik 1 keer per week.
En ik wist gewoon dat dat gewoon de safe space was wanneer ik erover mocht beginnen als ik dat wilde. En als ik het een keertje er niet over wilde hebben, dan begon ik er niet over, zeg maar, bij haar. Wat is dan het voornaamste wat daar verwerkt moest worden, zeg maar? Waar was je overheen ge... Ja, dat was een beetje verschillende dingen op verschillende periodes. Maar het was eerst een schuldgevoel eigenlijk, een beetje. Naar wat er in mijn buik zat, zeg maar, embryo. Omdat ik dacht, ja, het is mijn eigen schuld en hoe heb ik dit kunnen doen. En toen heeft ze me aan de hand daarvan laten zien dat je als moeder gewoon eerst zelf helemaal je leven op orde moet hebben. Een soort van, jij was er niet ready voor, dan is het kind er ook niet ready voor. En later was het meer een soort, voelde ik een soort rouw toch wel om het verlies. Maar dat ben ik toen maar gaan zien als een rouw om iets wat ik heel graag wilde, maar wat ik in de toekomst nog steeds kan hebben. Alleen was het nu niet de timing ervoor. Dat heb ik toen eigenlijk zo'n plekje ben ik dat gaan geven en zo zie ik dat nu nog steeds. Ja, dit is wel een moeilijke vraag. Oh. Denk je wel eens aan hoe het kindje er nu uit had gezien? Ja, is als ze omhoog te gaan. Hoe dat zou zijn geweest. Ja, daar ga je niet fijner van voelen, zeg maar. Hmm. En ook... Ja, heb ik nu gewoon een leven op dit moment waar gewoon echt geen kind in zou kunnen passen. En ik ben heel blij met hoe mijn leven is op dit moment. En met wat, waar ik naartoe ga en mijn studie, mijn master die ik ga beginnen. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik eigenlijk voor mezelf heb gekozen daarin. En dat, ja, ik wil niet weten hoe het was geweest als. Heb je ooit wel eens spijt gekregen? Of dat, was je er bang voor dat je spijt zou krijgen? Toch wel heel, natuurlijk wel even, zeg maar, de twijfel van, oh, hoe zou het zijn geweest als, of, oh, heb ik wel een goede keuze gemaakt? Heel even, maar ik heb er nooit spijt van gehad, zeg maar. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Ja. Hou jij van taco's of burrito's? Taco's. Oeh, ja. Dat is met zo'n harde schelp, ja, toch? Zeker. Beetje crispy. Heel moeilijk eten.